Met wie heb ik het genoegen? Jan van Dellen en ik ben directeur van Economic Board Regio Arnhem-Nijmegen en hiervoor 4 jaar wethouder in Arnhem geweest. Oké, en wat is uw relatie ten opzichte van deze tentoonstelling? Nou, dat is eigenlijk de grote schuldige is Amy, want die ken ik al een jaar of 4, 5. En toen zij vertelde over wat zijn doen was, helmen vol verhalen met veteranen. Ja, dat heeft mij gewoon geraakt. Ik heb sowieso al wat met het hele herdenken en de airborne. Ik heb veel internationaal gewerkt. En als ik in het buitenland vertelde waar ik woonde, zei niemand, kwam Arnhem bekend voor. Wel Amsterdam. En ik vertelde dan de film Bridge Too Far. En die kenden ze allemaal. Ja. En toen wilden ze ook allemaal heel graag langskomen. Dus ik heb heel veel collega's ook hier gehad uit Amerika. En ja, het raakt gewoon iedereen ook. En ik moet ook zeggen dat dit gebied, dat hele DNA, dat hele herdenken, ja, dat je hoeft maar een afslag. En we zijn nu op Schaarsbergen, waar ook het defensieterrein is, waar veel geoefend wordt. Maar als je hier een kilometer richting Arnhem gaat, heb je nog Diogenes, waar de Tweede Wereldoorlog alle Duitse militairen zaten om geallieerde vluchten te laten zien. Dus elke hoeksteen in deze regio heeft iets gewoon met het herdenken en dus ook met de veteranen. Ja. Is dit de eerste keer dat je de expositie mag zien? Ja, klopt. Ja. Zijn er al dingen opgevallen waarvan u heeft van dat is wel bijzonder? Ja, ik vind alles heel bijzonder. Ik las ook vanochtend het interview in de Gelderlanden met de kunstenaars die het hebben gemaakt. En ja, hoe ze ook met de interactie met de veteranen tot het kunst zijn gekomen. Ik vind elk object vind ik heel uniek. Om eentje te noemen, dat schilderij waarin de militair op schoot zit van zijn vrouw. En hoe dat, die emotie, hoe dat uitgedrukt wordt, ja, dan zie je dat zo'n missie, dat ook gewoon binnenkomt. En dat je dat ook mee naar huis neemt. En dat is maar een voorbeeld van een object hier. Ik ga niet alles verklappen, maar ik vond daar echt hele bijzondere objecten tussen zitten. Ja, want het is zoals het project is opgezet, dat je dus een kunstenaar koppelt aan een veteraan, wat al een beetje onbegonnen werk is. Want het zijn twee disciplines die zo'n beetje haaks op elkaar staan, volgens mij. Ja. Heeft u dat wel eens eerder meegemaakt, zo'n proces? Of is dit uniek in zijn zijn? Maar voor mij is het uniek. Ik heb wel heel veel. Ik heb altijd wat met defensie gehad. Of het nou landmacht was of luchtmacht. En ik heb daar ook voor gewerkt. Maar je moet het ook meemaken. Je moet ook een veteraan ontmoeten en ook het verhaal vertellen. En als hij het verteld heeft dat hij een missie heeft gedaan. Bijvoorbeeld in Arnhem hebben we altijd een veteranendag op het stadhuis. Waarin ik samen met de burgemeester al de veteranen heb mogen ontvangen. En dan zie je jong en oud. Hè? Dus niet alleen maar de veteranen van, denk iedereen, van de Tweede Wereldoorlog. Is nog maar een heel klein plukje over, denk ik. Maar het zijn ook de veteranen die onlangs op missie zijn geweest. En die daar ook dingen hebben meegemaakt. En wat ik dan heel boeiend vind, is dat die veteraan dan gekoppeld wordt aan een kunstenaar. Wat een beetje eng is ook voor die kunstenaars. Van, wat ga ik raken? Welke emotie ga ik zien? Hoe ga ik dat ook uitdrukken in een schilderij of een plaatje of een object? Nou, is ook best wel heel bijzonder. Dus ik kan me niet voorstellen, ik heb nog nooit eerder zoiets gezien in Nederland, dus ik vind het uniek. En ik moet ook zeggen, ik hoop dat heel Nederland deze podcast uitgezonden wordt. Kom vooral ook hier alles maar bezoeken, want het raakt je echt. Ja, want u heeft zelf ook voor Defensie gewerkt. Bent ook een veteraan? Of? Nee, ik ben geen veteraan. Ik was automatiseerder. Okay. Dus ik heb heel veel automatiseringsprojecten gedaan. Dus ik ben in Zeedorf geweest. Dus ik ging ook op een soort missie. Maar dan samen met onderleiding van de militairen. Maar ook uitgezonden? Nee, dat niet. Dat niet. Dus nee. Altijd wel hier lokaal. Ja. Heeft u zelf ervaringen met collega's, veteranen, militairen? Die hier herkenbaar in zijn. Dus bijvoorbeeld bepaalde verhalen, zoals een stukje misplaatst voelen in de maatschappij of niet gehoord worden. Zijn dat dingen die u ook in uw omgeving hoort? Ja, ik ken een aantal veteranen in mijn omgeving en ik heb ook de verhalen gehoord hoe zij dat leed wat ze gezien hebben, dat verwerk je niet in een jaar. Dat draag je eigenlijk eeuwig met je mee. Dus daarom vind ik ook de titel, hè, de helmen vol verhalen. Je moet erover kunnen blijven vertellen als veteraan. Je moet het verhaal kwijt kunnen. En nou, ik vind dat door deze manier zo'n expositie geeft daar gewoon een hele mooie inkijk voor. En die emotie moet ook een plek krijgen. En ik weet in mijn omgeving ook veteranen die uitgezonden zijn. Dan weet je eigenlijk dat ze niet alles mogen vertellen. Maar je weet al een paar zinnen genoeg van dat er een heel verhaal achter zit. En dat er ook best wel heel veel leed gezien worden. Of dat ze zelf heel veel leed hebben ervaren. Door bepaalde beschietingen of dat ze zelf gewond zijn geraakt. Dus ja, het is gewoon heel fijn dat zo'n expositie er is. Maar ook helemaal vol verhalen er is. Ja.
Je hebt dus nu... even mijn vraag kwijt. Je hebt hier die expositie staan. We zijn inderdaad nu geweest... we zijn begonnen in Delen. Naar Utrecht of naar Den Haag gegaan. Bij het ministerie van Defensie gestaan. Verschillende plekken. Zijn er nog locaties waar dit eigenlijk zou moeten terechtkomen? Nou ja, ik vind, we zijn nu een beetje in de aanloop naar september, hè, waarin hier grootschalig herdacht wordt. Mm-hmm. Omdat natuurlijk ook de hele airborne missie ook mislukte, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zie je dus alle internationaliteiten komen dan ook in zo'n maand ervoor en daarna dus een periode van 3 maanden komen er zoveel nationaliteiten op af. Dat je eigenlijk wat je hier deze positie ziet, dat misschien wel een permanente plek mag gaan krijgen. Yeah. En het verbindt. En het lokt ook weer verhalen uit. En het, dus het verwerkt. Nou, en ik denk dat dat heel mooi is om dat te koesteren. Dus ik zou het wel toewensen dat we iets permanents gaan krijgen hiervoor. In die zin dat helmen vol verhalen een plekje krijgen in Arnhem. Ja. Want het is natuurlijk ook iets wat... want het is nu wat het is, heel even. Ja. Maar het zou nog zoveel meer kunnen zijn. Er zijn heel veel kunstenaars, heel veel veteranen die misschien nog elkaar nog niet ontmoet hebben. En misschien dat nog wel moeten gaan doen. Ja, ja, of een verlengstuk van bijvoorbeeld in Oosterbeek, hè, hebben we natuurlijk het Airborne Museum. Ja. Om daar nog misschien een aparte ruimte voor in te richten. Zodat dat ook verbindt met de mensen die daar komen, die dat ook kunnen zien. En in Arnhem heb je wat kleiner museum. Nou, misschien zou je daar ook iets mee kunnen doen. Dus er zijn... Nou, best wel plekken waar je misschien wat permanents kan doen. En ja, ik zou het alleen maar toejuichen. Dat zou een mooi gegeven zijn als dat gebeurt. Ja. Nou, nog verder nog iets afsluitends, iets wat je wilt toevoegen? Nee, kom vooral kijken. Ja, dan houden we het daarop. Hartstikke bedankt. Dankjewel, hè. Leuk gedaan. Dankjewel.